Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele mooie voorjaarstaart maken. Niet moeilijk, wel heel mooi en lekker sterk. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je vertocht voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit nou graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op en dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we een mooie voorjaarstaart maken. En ik heb hiervoor een mooi steekschuim. Ik gebruik nu de bio-versie, de groene normale versie kan ook. Allebei prima in werking, hetzelfde in werking, dus gewoon heel erg goed. Ik heb heel veel mooie voorjaarsbolletjes. Ik heb mooi vilt, dus ik haal je er even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Wil je trouwens niets missen, want er komt nou geregeld een extra video online. En die komt altijd een beetje spontaan. Elke zaterdag om 9 uur komt er gewoon een DIY pakket online. En een DIY bloemstuk op YouTube. Maar tussendoor upload ik soms wat extra video's. Wil je daar nou niks van missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik het altijd als het online komt. Dus zeker een tipje. En ook als ik weer allemaal leuke nieuwe dingen binnen heb. Goed, ik ga beginnen. Allereerst doen we er wat plastic omheen. Dit doen we zodat je hem op elke ondergrond en tafel kan neerzetten, zodat het niet lekt. Je doet gewoon plastic omhoog en zet even vast met plakband. Je kan gewoon elk soort plakband gebruiken. En je pakt hem als het ware in en dan knippen we straks de bovenkant af. Zet goed op dat je het naar boven slaat, zodat het water er niet uit kan lekken. Als dat er netjes omheen zit, gebruiken we vilt. En hij haalt net die hele baan, dus we moeten hem twee keer eromheen doen. Ik zet het vast met een klein knopspeldje. We moeten dus twee banen doen. Alles netjes weggewerkt en het lijkt ook mooi. Dan gaan we verder met de voorjaarsbolletjes. Ik gebruik veel verschillende soorten bolletjes, narcissjes, druifjes, hyacintjes. Eigenlijk gebruik ik alles door elkaar, want dat vind ik juist een leuk effect geven. Ik haal het zand af en dat doe ik even in een bakje. Normaal kan je de wortels ook gebruiken, maar eigenlijk zijn we die niet echt nodig. Dus je kan gewoon de wortels eraf halen. De voeding zit al in de bol zelf, dus het kan geen kwaad voor hoe het bolletje uitkomt. En dit doe ik met alle bolletjes. Als je dat gedaan hebt, mag je de bolletjes op een prikker zetten. Je prikt gewoon onderin een kleine satéprikker. En we verdelen de bolletjes over de taart. Je mag de grote en de kleine bollen gewoon verdelen. Dus let goed een beetje op de verdeling. Straks als dit gaat bloeien, lijkt dit echt geweldig mooi. Allereerst gebruik ik mooie blauwe distel. Dat komt ook weer mooi terug. Zowel de buitenzijde als bij de blauwe druifjes. En ik verdeel dit ook weer mooi eromheen. Afhankelijk van hoeveel knoppen jouw distel heeft, verdeel je deze in je stuk.
De bolletjes kun je heel makkelijk weer verzetten. Dus mocht je net een gaatje hebben waardoor je als je het opschuift, een bolletje, dat je bloemen iets mooier tot ze recht komen, dan kan je dat altijd doen. Ik ga natuurlijk niet de hele tijd alles eruit halen en dan weer in doen, maar een keertje is dat niet zo erg. En in dezelfde kleurtint heb ik ook mooie zuidenwindlelies. Heel mooi luxe. Prachtig. Kijk hoe mooi dit al is. Echt heel erg mooi. En dan gebruik ik nog mooie trosroosjes. Ik vind het altijd lief en mooi in een stuk. Gewone rozen zouden ook kunnen, maar trosroosjes zijn ook mooi. Mooi rijk gevuld. En je zult zien dat deze ook mooi gaan indrogen. Ik vind het ook mooi om altijd even een beetje hoogte aan te brengen. Dit kan je door verschillende groensoorten gebruiken. Zoals bosbes kan heel goed. Ik heb hier een mooie krulwilg. Maar het lijkt gewoon erg mooi als je dat in de hoogte aanbrengt. Je krijgt wat meer diepte in het stuk. Het is natuurlijk wat iets spannender. Het hoeft niet eens heel veel te zijn. Maar wel echt heel mooi. En dan heb ik een mooie krulwilg. En die laat ik er een beetje bij tussen lopen. En zet ik dan eventjes vast met een krammetje. Ja, en dit doet echt voorjaar aan, vind ik. Mocht je nu nog iets van gaatjes zichtbaar hebben, kan je daar een heel klein beetje mos tussen drukken. Niet te veel, een hele kleine stukjes. Past ook mooi bij het stuk. Het is heel mooi neutraal. En daarmee vul je de laatste gaatjes op. Ik gebruik voor de rest geen groen, want ik vind het juist heel mooi om het gewoon heel rijk te laten lijken. Dus zo min mogelijk groen en zoveel mogelijk bloemen. En als het straks gaat bloeien, jongens, is het echt prachtig. Het is nu al prachtig, maar dan wordt het nog mooier. Dan vind ik het ook nog wel mooi om eventjes een pareltje bovenin toe te voegen. Dit kan je in een bloemetje voorzichtig doen of je tikt deze er gewoon bij tussen. Dat maakt hem heel erg luxe. Soms vind ik het ook heel mooi om voorzichtig het in een roosje te doen. Ik doe dat wel echt voorzichtig. En kijk, echt een prachtige bloementaart. Echt geweldig. Nou, dit kan je toch niet anders dan gewoon echt prachtig vinden. Heel spannend, apart, luxe. Ja, en straks als al die bolletjes gaan bloeien, wordt die nog mooier en nog rijker. Terwijl die al heel mooi rijk gevuld is. Je hebt er daarom ook heel lang plezier van. Je kan hem op elke schaal eigenlijk neerzetten, maar ook gewoon zo. Omdat je hem met plastic even goed waterdicht hebt gemaakt. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwmybloemist.nl. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Ik vond het heel leuk. Laat hieronder weten wat je allemaal nog wil zien. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zien we de volgende keer weer. Doeg!